De eindexamens zijn weer begonnen en dat betekent blokken, heel hard blokken. Steeds meer leerlingen hier in Rotterdam-Zuid zoeken bewust de rust op van de bibliotheek. Ik ben nu geschiedenis aan het leren en het gaat wel goed. Ik ben nu biologie aan het leren. En ja, ik snap er tot nu toe bijna niks van, maar... ja. Ik heb een groot gezin, dus het is natuurlijk druk. En daarom vind ik het fijn om in stilte te werken. Thuis is natuurlijk drukker of chaotischer en dan kan je beter concentreren in de bieb. En jij zit hier ook lekker in de bieb te leren? Ja. En waarom doe je dat? Omdat thuis word ik lekker snel afgeleid. Zoals, ja, als thuis ben heb ik gewoon de neiging om te gaan Netflixen of zo. Thuis ga ik anders alleen maar Netflixen op mijn telefoon. Dus hier heb je meer concentratie. Anders gaat dat echt niet. Ik heb ze niet geteld, maar er lopen zitten regelmatig, zeker op dinsdagavond, best wel heel veel groepen. En dan zit het boven bij de computers echt helemaal vol. Mensen die vinden het toch wel heel prettig om een rustige plek te hebben om te kunnen leren.